dit is de F2 van Ajax. Zij speelden afgelopen zaterdag tegen de F1 van AFC. Een stadsderby dus. En de F2 komt op voorsprong. Een uitstekende goal van Robin van Kruijsen. De F2, dat in de eerste competitiehelft kampioen werd van hun leeftijdsklasse, speelt in de tweede seizoenshelft een leeftijdsklasse hoger. AFC is dus ruim een jaar ouder en het wordt gelijk. Dit is het zoontje van Michael Reiziger die voor de gelijkmaker zorgt. En de zoon van die succesvolle Ajax-verdediger zou uiteindelijk de uitblinker worden van het duel. Hier is hij weer aan de bal. De bal wordt weggewerkt, maar opnieuw ingebracht door AFC. En het is 2-1. De F2, dat overigens een redelijke wedstrijd speelde volgens de trainer Marco van Galen, komt op een grotere achterstand. Hier is weer Reiziger. En wat is hij blij. Net als de rest van zijn team. 3-1 voor AFC. Dit is Gianni Ajimbaks. Speler van de F1. Hij mocht meedoen omdat er een aantal geblesseerden zijn bij de F2. En hier gaat hij goed door en zorgt hij voor de aansluitingstreffer. Goeie goal van Ajimbaks. 3-2 dus. Dan kan er nog van alles in het slechte weer op de toekomst zaterdagochtend. Het regende ongelooflijk hard. In de tweede helft wordt het 4-2. Weer Reiziger, zijn derde van de wedstrijd. En u ziet misschien wel de gelijkenissen met vader Michael. Dan probeert Ajax wederom terug te komen in de wedstrijd met Don O'Neill aan de bal. O'Neill legt hem af, gaat niet goed, krijgt de bal terug via de kluts en Ajimbaks. O'Neill legt af, Olivier Koster, Ajimbaks. Komt die aansluitingstreffer? Nou, bijna. Maar de doelman van AFC in twee keer tikt de bal van de lijn weg. Bijna weer een goal voor deze Ajimbaks. Hier is hij weer aan de bal. O'Neill. O'Neill. Goeie actie. Lijkt de bal dan kwijt te raken, maar Ajimbaks vangt weer op. Ajimbaks met het schot. En weer een goede redding van die doelman. Hij voorkomt de 4-3. En dan aan de andere kant is de wedstrijd gespeeld. Want hier wordt de aanvoerder van AFC diep gestuurd. Die trekt hem voor, schiet eigenlijk. Maar Reiziger tikt binnen voor zijn vierde van de wedstrijd. En de 5-2 overwinning van de F1 van AFC tegen de F2 van Ajax.